bijzondere samenstanden, de zonnewende. We hebben ook deze maand weer een aantal hele interessante dingen voor je op een rijtje gezet die zeker de moeite waard zijn om even naar te kijken. Want ondanks dat de nachten kort zijn, zijn de temperaturen zeer aangenaam om zo af en toe even naar de hemel te turen. Wat zijn zwarte gaten? Zijn het enorme gebieden in het heelal die alles opslokken, waar niets uit kan ontsnappen? En is er dan ook een kans dat de aarde gegrepen wordt door zo'n zwart gat? Astronomen zijn nog dagelijks bezig met het ontfutselen van de geheimen van zwarte gaten. Een zwart gat is een punt in de ruimte wat ontzettend zwaar is. Dat zoveel zwaartekracht is dat niks ervan kan ontsnappen. En daarom is het ook zwart. Zelfs het licht kan er niet van ontsnappen. De zwarte gaten kunnen we ook niet zien met een telescoop. Het is dus geen gat. Een zwart gat ontstaat als je een ster hebt die ongeveer 3 keer zo zwaar is als de zon. Die zal aan het einde van zijn leven uiteindelijk in elkaar klappen tot een zwart gat. Moeten we dan ook vrezen voor de aarde? Nee, gek genoeg, als de zon ineens een zwart gat zou zijn, dan zou de aarde gewoon zo rondjes om het zwarte gat heen blijven draaien, alsof er niks aan de hand is. Maar als het dichterbij zou komen, dan zou het opgezogen worden en dan zou de aarde voor altijd verdwijnen. En zelfs sterren die in de buurt komen van een zwart gat, die worden ook opgezogen. En op die manier wordt dat zwarte gat dus steeds zwaarder, steeds groter, totdat alles in zijn omgeving opzuigt. 22 juni, dan staat de zon loodrecht boven de kreeftskeerkring. De zon staat dan het langste boven de horizon en op het noordelijk halfrond wordt op veel plekken midzomernacht gevierd. We hebben te maken met lange zomeravonden. Maar hoe kan het eigenlijk dat de daglengte zo varieert door het jaar heen? Rob van den Berg legt het je uit. Veel mensen denken dat de zomer altijd op 21 juni begint en dat dat een soort afspraak is. Maar dat is niet zo. Die zomer die begint rond 21 juni als de zon midden op de dag op zijn allerhoogste punt staat. Soms is het een dag eerder, soms is het een dag later. Maar hoe komt het nou dat die zon dan rond die dag op zijn hoogste punt staat? Nou, dat heeft te maken met de stand van de aardas. Die aardas die staat niet rechtop ten opzichte van de zon, maar die staat een beetje scheef. En dat betekent dat die rond 21 juni, zeg maar, schuin naar de zon toe wijst. Dus op het noordelijk halfrond begint dan de zomer en dan hebben we ook de allerlangste dag. Vanaf dat moment dan zou je zien dat die zon elke dag weer een beetje minder hoog komt te staan. De dagen worden iets korter en dat moment van rond 21 juni, dat noemen we de zonnewende. Nou, die aarde die beweegt dan rond de zon, maar die aardas die gaat dan een hele andere stand innemen. Dus ik draai hem even door naar de winter. Op of rond 21 december, op de dag dat de aardas op het noordelijk halfrond van de zon afwijst. En dan is het bij ons precies winter. Dan heb je ook de kortste dag en de langste nacht. En vanaf dat moment, als de aarde gewoon weer doordraait, dan ga je richting de lente. Dan zie je dat de dagen steeds langer worden. En dan na een half jaar, dan staat de aarde weer aan die kant. En zo krijg je ook dat je elke dag eigenlijk een andere daglengte hebt. Want op het moment dat die aardas op het noordelijk halfrond naar de zon wijst, de dag dat de zomer begint, omdat de zon dan op zijn hoogst staat, hebben we ook de langste dag en de kortste nacht. En terwijl de aarde dan verder draait richting de herfst en de winter, dan zal elke dag rond 12 uur die zon steeds een beetje lager staan. Tot 21 december, dan staat hij op zijn laagst. En dan hebben we ook de kortste dag. Nou, en dan begint daarna die hele cyclus weer opnieuw. Als we weer richting de zomer gaan, dan worden die dagen weer steeds langer. En dan zie je dat de zon ook steeds hoger aan de hemel staat. Heb jij tijdens een heldere zomernacht wel eens het sterrenbeeld gezien dat lijkt op een kruis? Het staat rond middernacht aan de oostelijke hemel. Dit is Cygnus, oftewel de zwaan. Hij wordt ook wel het Noorderkruis genoemd als tegenhanger van het Zuiderkruis. Die is zichtbaar op het zuidelijk halfrond. De zwaan heeft vele geheimen. En vele zijn al te zien met de verrekijker, maar je kan ze pas echt goed zien met een sterrenkijker. In de zomer kun je een heel mooi sterrenbeeld zien, het sterrenbeeld zwaan, ook wel bekend als Cygnus.
En het mooie van dat sterrenbeeld is dat je hebt een hele opvallende ster, en die heet Deneb. Dat is een blauw-witte superreus, misschien wel zo'n 100.000 keer zo fel als onze eigen zon. En veel sterrennamen betekenen ook iets. De naam Deneb bijvoorbeeld, dat betekent staart. En die ster staat ook in de staart van het sterrenbeeld Zwaan. En aan de andere kant van het sterrenbeeld, aan de kop van de zwaan, daar staat Albireo. En Albireo is een heel mooi object om door de telescoop te bekijken, want het is namelijk een dubbelster. Dat zijn twee sterren die om elkaar heen draaien. En door de telescoop kun je ook nog eens zien dat ze allebei een andere kleur hebben. De een is een beetje geel-oranje en de andere is blauw. Echt een heel mooi object om door een telescoop te bekijken. Dat sterrenbeeld Zwaan, dat staat ook nog eens een keer in de Melkweg. En als het heel erg donker is, dan kan je de Melkweg door het sterrenbeeld Zwaan zien lopen. En als je dan ook nog een telescoop bij de hand hebt, dan kan je zoeken naar de Noord-Amerika-nevel. En die heet zo, omdat hij precies de vorm van het continent heeft. Er zijn een aantal zaken die je in het sterrenbeeld verder ook nog kan zien. Er is bijvoorbeeld een mooie open sterrenhoop met de naam Messier 29. En er zijn ook nog een aantal objecten die kan je niet met de telescoop zien, maar dan weet je wel dat ze er zijn. Er is bijvoorbeeld een zwart gat in het sterrenbeeld Zwaan. En er is ook nog een ster waaromheen exoplaneten draaien. En een van die planeten die lijkt heel erg op de aarde en die zit ook nog eens een keer in de bewoonbare zone rondom die ster. Stel je voor, misschien is daar nog wel leven. En verder maakt Deneb van het sterrenbeeld Zwaan deel uit van de zogenaamde zomerdriehoek. De drie sterren Deneb, Vega en Altair, die vallen behoorlijk op, die zijn behoorlijk ver. Die staan in de vorm van een driehoek en dat noemen we een asterisme. Een asterisme is geen sterrenbeeld, want het bevat sterren die in verschillende sterrenbeelden staan. Maar het helpt je wel om je te oriënteren in de sterrenhemel. Soms staan planeten heel dicht bij de maan. Of staan ze bijvoorbeeld heel dicht bij elkaar. Zo'n samenstand noemen we conjunctie. Maar in werkelijkheid staan die planeten helemaal niet zo dicht bij elkaar. Het is eigenlijk een optische illusie. En hoe dat precies zit, legt Rob van den Berg je uit. Als planeten in een rechte lijn staan, dan lijkt het vanaf de aarde net alsof ze heel dicht bij elkaar staan. Dat noemen we een samenstand of een conjunctie. Maar in werkelijkheid staan ze helemaal niet dicht bij elkaar. Ze staan nog steeds op een lange afstand, maar omdat ze op één lijn staan, lijkt het net alsof ze elkaar kunnen raken. Dat kan ook met de zon en de maan. Soms dan staat de maan tussen de aarde en de zon in. En als het er precies tussenin staat, dan heb je een zonsverduistering en dat noemen we een eclips. In juni zijn er bij helder weer een aantal mooie samenstanden te zien aan de hemel. In de nacht van vrijdag 9 juni op zaterdag 10 juni kunnen we de maan en Saturnus in sterrenbeeld Waterman zien. Kijk tussen 3 en 5 naar de zuidoostelijke hemel. Op 14 juni staat de maan laat in de nacht bij Jupiter. Hou er wel rekening mee dat het al snel licht wordt en dat je dus op tijd moet kijken. Van 21 tot 23 juni staan de heldere ster Regulus, de maan, Venus en Mars dicht bij elkaar en vrij laag aan de west-noordwestelijke hemel. De maan is een smalle sikkel. En nu alleen nog hopen dat we mooie zomeravonden hebben en heldere zomernachten. Ga genieten van al het moois aan de hemel.